Ik kan me voorstellen dat er zo'n 2020 jaar geleden ook al een coronapandemie plaatsvond. Ik bedoel, hoe zou Maria anders zwanger moeten zijn geraakt? Omdat Jozef 1,5 meter afstand hield natuurlijk. Nou, als we alle problemen van 2020 eens neerzetten in het verhaal van toen, dan krijg je een heel ander kerstverhaal. Zo'n pak een beet 2020 jaar geleden, ergens in Bethlehem, leefden Jozef en Maria op 1,5 meter afstand van elkaar in een huisje. Een soort Martien Meiland landgoed waar iedereen zijn eigen huis had. Volgens velen zou Maria snel gaan bevallen van hun eerste kind. Dus trokken zij en Jozef geheel volgens de regels in twee aparte Ubers met mondkapje op en handschoentjes aan richting hospitaal. Waar, omdat het er zo vol lag met coronapatiënten, geen kamer meer vrij was. Waardoor alles in een triagetent op de parkeerplaats moest plaatsvinden. Eenmaal aangekomen waste iedereen de handen kapot en deden hun plastic handschoentjes aan. Iedereen zag er daardoor uit als een chirurg en het was niet precies duidelijk wie de operatie zou gaan uitvoeren. Godzijdank mochten er buiten de familie maar 4 anderen aanwezig zijn, waardoor de situatie toch redelijk overzichtelijk was. Voor de mensen die niet bij de geboorte aanwezig mochten zijn, was de bevalling live te volgen op het YouTube-kanaal van Femke Louise met commentaar van Lange Frans, die niet verder zou komen dan om de haverklap roepen: heel interessant allemaal, heel interessant. Wie wel aanwezig waren naast Jozef en Maria, Vert Grapperhaus, want hé, waar een feestje is, is Vert ook, en de chirurg. In no time kwam het kindje ter wereld en het was ongelooflijk maar waar, de heilige Madonna kwam als eerste. Sorry, de heilige Maradona kwam al hooghoudend binnen als eerste en zo'n life is life. Vanuit alle hoeken kwamen er apostelen om het kind van God te eren. Uiteraard de 3 koningen, waarvan Balthazar gehuld was in een Black Lives Matter t-shirt. Eenmaal aangekomen bij het kindje nam hij knielend naast Lewis Hamilton plaats, balde zijn vuist om zijn standpunt nog eens te benadrukken. Het zorgde ervoor dat Johan Derksen gelijk rechtsomkeer maakte. Ook de uil van Minerva fladderde aan en weer weg en toch weer aan en uiteindelijk wist niemand meer waar die rare vogel gebleven was. Ook buiten het ziekenhuis waren mensen massaal naar het ziekenhuis gekomen om te demonstreren. Want ja, dan mag een massale bijeenkomst natuurlijk wel. Ze moesten toch wat. Alle kroegen waren inmiddels gesloten. Hoog aan de hemel stond maan en Marco Borsato keek er aan alsof er elk ogenblik een tweede kindje gebaard kon worden. Maar toen sprak de chirurg: er zijn veel te veel mensen in deze ruimte. Grapperhaus attendeerde hem er nog op dat kinderen niet meetelden, maar niemand van de aanwezigen nam hem nog serieus. Paniek alom, waarop prinses Beatrix met de oplossing kwam: zal ik het kleine kindje maar even meenemen naar een huisje in Griekenland. Daar is hij veilig voor koning Herodes en de publieke opinie. Het zorgde ervoor dat in ieder geval kindje Jezus veilig was. Aangezien de kroegen dicht waren, vieren we het wel met een zoenborrel, sprak Jozef de aanwezige volk toe, waarna iedereen huiswaarts ging. Alleen de ezel bleef koppig achter, aangezien hij het er niet mee eens was. Maar goed, je zou ook niet anders van Trump verwachten.